kijk, dit helpt dus voor je wandelen. Maar Bertie. Dit is echt een chille week voor mij. Maandag vlog begint fucking goed. Kijk dit. Mijn hele naam in handgemaakte chocoladeletters. Wij zijn helemaal happy, want de collectie is live! We zijn live met de collectie. Ik heb vandaag weer andere oorbellen in. En ik heb deze om. Het ging vet goed vandaag, want de site lag er de hele tijd uit, omdat er zoveel werd besteld. Ja, het is too much. Maar we zijn er weer. Maar we zijn er weer. We zijn er weer, je kan het bestellen. Het is allemaal heel simpel en heel klassiek, wat ik al had gezegd. En niet te veel poespas. Okay. Ja. Een soort baby roze. Je ziet het op camera niet goed, maar dit is echt een poederroze, beetje fluweelachtige textuur. En dit zijn de vergulde sieraden. Dit is echt zilver, dit is goud verguld, maar we hebben dus ook echt goud. Dit zijn eigenlijk de oorbellen. So cute. En alles is dus handgemaakt en dat heeft Femke gedaan. En zij is goudsmit. En we kunnen even een beetje laten zien hoe dat dan gaat. En dit is dus een gouden oorbel. Ja, dit wordt de gouden. Ja, wordt de gouden oorbel. Cool, hè, jongens? Ik ben zo happy. Dit wel alvast weer een beetje door. Doorvoorraden. Ja. Nou, maar ook ontwerpen. Ja, we gaan zeker doorontwerpen. Kijk, dit gaat zo goed. We gaan even wat mooie nieuwe dingen bedenken. Het is zo koud. Het is dinsdag. Ik ben al heen en weer geweest naar de gift suite. Dat was mega hysterie. Dus ik heb niks gevlogd. Top. Nu ga ik naar het Hoxton. Lief mutje, dit is van Granny. Ze hebben omaatjes gebreid. Gebreien. Lekker hè? Hier. Pocheerd ei met avocado. 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 Nu bij Vogue Beauty Night Out. Kijk, dit helpt dus voor je wandelen. Het is woensdag en vandaag ga ik dus voor het allereerst mijn tanden breken. En ik ben bij Wit. Ik ga zo even allemaal uitleggen. Ik sta op een wc namelijk. Het is niet mijn beste plek. Het is trouwens fover voor wie zich dat afvraagt. Nou, Anne, je mag gaan poetsen. Dit mag je droog poetsen, want anders verdunnen we het. En dat willen we niet. En daarna mag je spoelen met water. Wat doet dit? Dit zorgt ervoor dat het ten eerste gewoon reinigt. Hè? Mm-hmm. Dat willen we, want we gaan straks in de mond werken. Ja. Verder heeft het ook een fluoride laag in. En dat zorgt ervoor dat het een bescherming biedt. Mm-hmm. Het zit ook in de meeste tandpasta. Ja. En het zorgt ook eigenlijk dat het laagje qua plak ietsjes vermindert. Zodat de behandeling en de lampen en de chemische inwerking nog beter zijn werk kunnen. Oké, we gaan de kleur bepalen. Nou, mag je glimlachen? Ja. Wij kijken altijd naar de hoektand. Dat is eigenlijk je meest gele tand. Ja. En hij zit ongeveer hier. Je hebt al best witte tanden van jezelf. Dit is de A2. A2. Maar je hebt al best wel witte tanden van jezelf. Zoals je kunt zien, je zit aan deze kant van de schaal. Oké. En wij kunnen 6 tinten lichter garanderen. Oké. En sommige mensen pakt het nog meer uit, nog witter uit. En bij de anderen komen we niet verder dan een 6 tinten. Dat is de witste wat je kan Dit hebben. Dit is de witste. Het is een hele natuurlijke wit. Dat vinden wij belangrijk. Ja. Dus bij jou zou het voornamelijk gaan om het geheel wat frisser uit te laten zien. Oké. Ik kom er dus achter dat Crest, wat ik wel eens heb gebruikt, dat dus veel hoger is qua wat hier mag. Kan jij uitleggen hoe het zit in Nederland? Ja, dus in Nederland mogen wij volgens het wet een percentage van 6% hanteren. Dat mogen alleen tandartspraktijken. Wij krijgen hier vaak de vraag, Anna, goh, waar zit die prijsverschil nou in? Nou, dat komt omdat wij een tandartspraktijk zijn en wij dus volgens het wet 6% peroxide mogen gebruiken.
Andere beauty salons waar je wel eens vaker van hoort, die hanteren een lagere prijs. Maar die wijken eigenlijk uit naar mechanische werking. Oké, okay, dus dat is echt het misschien wegslijten van je glazuur. Wij werken hier met een zachte chemische werking. Ja. En dat zorgt ervoor dat we zowel esthetisch bezig zijn en verantwoord. Want we willen natuurlijk niet de gezondheid van je tanden aantasten. Nee. Oh, ik ga 4 tinten lichter, hoop ik. We zijn nu klaar. Dit is het resultaat. Ik heb wel het idee dat je het ziet. Ja. Ik zie het in ieder geval. Kijk, hier begonnen we op. Je ziet echt dat dit geliger was. Nog steeds een hele witte ondertint. Ja. Maar met een gele gloed erboven. De B1, de witste tint. Dat is de witste. En je voortanden zijn zelfs iets lichter. Ja, dat is heel chill. Ik voel echt helemaal niks. Oké, ik ben klaar. Kijk, ik zie niet per se heel veel verschil, maar het is wel gewoon net wat frisser. En het is dus heel chill dat het echt helemaal geen pijn deed. En ik wilde dit gewoon even proberen. Ik heb altijd Crest gedaan en ik heb natuurlijk Colgate gedaan, maar ik had nooit gebleekt. Ik dacht, ja, waarom niet? De komende 24 uur mag ik dus alleen maar witte dingen eten. Dus basically alleen maar yoghurt. Ik ben wel happy. Binnengewandeld bij Wolfwear en dat is echt super awesome. We zitten hier nu nog een maand. En kijk. En deze moet ik hebben. Oké, dit neem ik ook. Parels. Nageltijd en snoertijd bij Sense. Ik heb trouwens nu echt extreme pijn. Even een hele lichte strawberry smoothie. Bijna niet. Zo. Oké, thuis. Update over mijn tanden. Kan je het zo zien? Maar even nuancering dat het pijn doet. Ik heb gewoon nu heel erg zo'n heel gevoelig gevoel in mijn tanden. En ze zei dat dat normaal was en dat hoort morgen weer weg te zijn. En ik moet zeggen, ik heb een keer met Crest gebleekt. Echt met een hele sterke. Toen had ik zoveel pijn. Maar dit gevoel is wel heftig. Tijdens de behandeling had ik echt nul pijn. Ik heb nu in de oven rijstwafels met mozzarella en geitenkaas. Want dat is het enige witte voedsel waar ik op kon komen wat ik kon eten. Dus ja. Ik zit even mijn sieradenpage te bekijken. We gaan echt super goed qua bestellingen. Deze is al uitverkocht. Deze is al uitverkocht. Deze is ook uitverkocht. Deze is ook uitverkocht. Oh my god. Dank jullie wel voor het shoppen. So happy. Dank je wel. Donderdag. Naar een afspraak. Het is zo vies weer. Blah. Ik heb weer een appeltje besteld. Afspraken. Please de mail. Nee. Top. Gaan we weer. Hoi. Hoi. Yes. Zo gezellig, die lampje. Ja. Jess gaat een gaatje schieten. Een stiekje? Nee. Je kan hem ook aan de kant halen met je handen anders hoor. Gaan we eerst een stipje zetten. Dan kan je kijken of die goed zit. Oké, okay, we gaan toch maar wel weer. Nog meer! Het is verslavend. Toch maar één bij deze. En jij, Jess? Kijk maar. Deze. Ah, nu gaan we er nog één in. Ja, nu. Nog één? Zo.
deze was heavy, hè? Ja. Oh, ik ben nog niet helemaal van de schrik gekomen, hè? Waar moet ik beginnen? Wat vond je van deze aflevering? Ik vond het waanzinnig spannend. Heb je er zien huilen? Weet je hoe fucking moeilijk het is om haar te zien huilen? Ga lekker zelf op een eiland zitten. Ben ik te lang afwezig? Ja, je bent te lang afwezig in de vlog. Ik ben echt zo bang voor de kou. Ik sta al heel lang hier voor de deur. Omdat ik gewoon geen zin heb om naar buiten te gaan. Gisteren was expeditie. Ik ben echt best wel geschrokken van hoe mensen reageren. Het is gewoon nooit goed. Als je eerlijk speelt, is het niet goed wat ik gisteren deed. Als je niet eerlijk speelt, is het niet goed. Als je emotie toont, zoals ik gisteren deed, was het wat ben je een jankwijf. Als ik geen emotie toon, is het je bent ijskoud en je toont geen emotie. Het is nooit goed met mensen. Op zo'n dag, zeg maar, ik heb nu even me een beetje chagrijnig. Klein beetje. Maar op zo'n dag denk ik echt van, het is nooit goed met mensen. Positieve modus op, aan. Oké, okay, let's go. Happy modus aan. Zen. Ik heb even een management lunch bij Metropolitan. Extra lang gemaakt. Kijk, deze twee, de wishbone en de ringen, aan één lange ketting gedaan. En dit is een shirt van Wolfwear, waar ik eergisteren was. Deze jongen, deze is van Catbird, deze is van mij, deze is ook van Catbird. Mix and match. Oeh, en dit is het van gisteren. Besef even dat ik hier nog steeds zit. En dat het 5 voor 5 is en dat het donker is. Ik ben bij Overload Jewelry. Hij bent terug van een gouden kerstboom. Dit zijn allemaal kettingen vandaag. Kijk eens wie hier nog meer is. Bertie. Dit is leuk. Toch? Dit hadden we niet verwacht. Helemaal leuk. Hey. Ja, weet ik maar. Zijn jullie er klaar voor? Kijk, dat hoor ik graag. We hebben natuurlijk de man van vanavond, Alex van der Zouwen, a.k.a. Kruimtekamp. Die komt vandaag zijn derde album presenteren, Crazy. Dames en heren, laat je horen voor Kruimtekamp. Lekker, Jay, lekker. Het is ook vals voor je, want elke keer als je het podium oploopt, komt er zoveel. Let's go, man. Zondag en dit is de beste uitvinding ooit. Dit zijn dus oorwarmers met Bluetooth. En aangezien ik al echt 800 bijna doodervaringen heb gehad met mijn iPhone snoertjes, waarbij alles tussen alles kwam. Dit is geweldig. Het heet Avanca. Dit is geen betaalde spon. Dit is gewoon freaking awesome. Ik ga naar een massage en eerst naar mijn moeder. Vlog afsluiten, jongens, vanaf de spa. Hou mijn Instagram in de gaten. Daar laat ik even weten wanneer alle sieraden worden aangevuld, want heel veel is uitverkocht. Oké, ik zie jullie volgende week. Doei! Difficile à dire. Ben voilà, mes parents m'aiment, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est ça.
parce qu'ils sont gentils et agréables avec moi. He just says that everything's gonna be all right. Cuando ella va a jugar al fútbol, entonces él va a jugar conmigo, entonces está bien. Often, we call it the hot dog, because I'm the sausage and my mom and dad is the bread. And then we have a massive hug, which I like. Po prostu robię z nią wszystko, z moim bratem też i uważam, że każde dziecko powinno należeć na taką mamę.